De Venezolaanse ambassadeur Olga Margarita Diaz-Martinez heeft afgelopen dinsdag samen met een team van de Milagros-oogmissie uit Venezuela een bezoek gebracht aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De delegatie is begeleid door Cleopatra Jesseren van het Mungra Medisch Centrum MMC. Het Milagros-team is van 10 juli tot en met 14 juli op bezoek in Suriname. De districten Nikeri, Paramaribo en Marowene zijn door de missie aangedaan. De oriëntatiebezoeken zijn in het westen begonnen bij het MMC. Verder zijn verschillende RGD-polyclinieken bezocht en in Paramaribo het Militair Hospitaal. Ook de RGD-polyclinieken in Marowijnen zijn aangedaan. Tijdens dit bezoek zijn de beschikbare mogelijkheden voor behandeling van patiënten. Of het uitvoeren van eventuele operaties in de ziekenhuizen besproken. Milagros is niet onbekend in Suriname. De eerste Milagros oogmissie was vanuit Cuba en is vanaf oktober 2005 tot en met 2012 over geheel Suriname uitgevoerd. Voor de Milagros oogmissie uit Venezuela is Suriname een van de eerste landen in Zuid-Amerika die prioriteit geniet. Wanneer de Milagros oogmissie precies van start zal Gaan, zal vroegtijdig bekend worden gemaakt aan de huisartsen en de polyklinieken in de dorpen. Beoogd wordt nog dit jaar de oogoperaties uit te voeren.